Kijk toch eens. Kijk toch eens, Pruttom. De witlof. Oh, lekker. Jam. Ja, ik denk, we hebben mijn tweede video aan het uploaden net. Maar dat schoot niet op. De eerste ging heel snel, en de tweede ging heel langzaam. Verrek! Dan ga ik even de witlof klaarmaken. Die is nou wel zo'n beetje klaar. Dat is afval ervan. En ik wilde eigenlijk weer nieuwe tomaten zoeken maken. Het is op, natuurlijk. Oh. En ook geen beertjes zijn dit. Wat raak ik toch? Wat zei je nou voor nu? Nou, ik zei aardappelpannenkoekjes. Oh ja. Dat vind ik eigenlijk helemaal een gek idee. Om de aardappelpannenkoekjes bij te doen. En een grote beer is al hoe je dat maken moest. Geloof ik. Ja, dat is heel makkelijk. Je moet je aardappeltjes rapsen. En dan moet je de uitjes rapsen. En dan eventueel een beetje bloem erbij. Dat is altijd wat je te verbinden. Ja, en dan is het niet krakant. En dan moet je vervolgens ook nog even kneden. En misschien een beetje kruiden erin. Misschien een ei of kaas er nog door. En dan heb ik allemaal in huis. Eitjes heb ik ook ergens gewoon deeleitjes. Waar die dan nou gebleven zijn? Ik zou het niet weten. Oh, kijk. Ja. Dus dat zou best wel eens een hele goede optie kunnen zijn. Briljant was het. Zie, nou, die komt anders nooit op, die eieren. Dus maak ik waarschijnlijk toch ook wel tomaatsoep. Oh. Ik heb natuurlijk maanden niet gekookt. En dit is nou weer een beetje rommelig, een beetje vollig. Maar dat komt omdat het weer in gebruik is. En niet omdat het maar staat. En ik net nog even deze witlof. Ah, heel mooi. Ik was helemaal niet de bedoeling dat ik het helemaal ging doen. Maar het kwam gewoon zo uit. Ik heb die hele hoofd heel map hier gedaan. En vanmorgen had ik op Vulvis al een wat gedaan. Ook iets snel even. Ook gewoon even zin in. Heksen. Die necromancer die is nou eindelijk langs de Wyvern, de canon necromancer. De canon. Terwijl die van de daadwerkelijk doorloopt. Nou. En de seminary is gewoon heel mooi. Dus die hebben we nog een keer gedaan. Seminary en erachteraan dan die andere. Ook meteen maar even. Hoe heet die ding ook alweer? Refter in het Twents. Refactory in het Engels. Nou, het is ook klaar. Het is ook bijna een uur, geloof ik. Ja. Deze is meer dan een uur. Kijk, en Mike McDee. Die dat spel gemaakt heeft. Die loopt dan geloof ik in binnen de 10 minuten, want het is alles met de Bandicam demo. Ja. Die loopt er in een paar minuten doorheen. Dat doet hij alle secrets. Ik heb nog geen ene secret gevonden, maar het is zo'n mooi level. Het is zo mooi in elkaar. Ik vind het echt klasse wat die man gemaakt heeft. Ongelooflijk. Ja. Ja, nou, en dan ben ik dus weer lekker aan het kokerellen. En het is een paar weken geleden begonnen het heel voorzichtig met een paar aardappeltjes en wat doppeltjes. Ik ben tegenwoordig gewoon bijna 3-4 keer per week aan het kokerellen. En ik heb nou ook wat anders gekocht. Gaan jullie even terug. Anders kukkelt het er misschien nog af en dat zou heel jammer zijn. Doen we daarbij. Kijk, dit staat. Ik denk dat het toch wat tomatensoep wordt. Ik heb nog iets anders gekocht. Oh ja. Kijk, ik koop nooit mijn melk. Omdat ik het heel zielig vind voor de koeien. Maar dit, tip van mijn zusje. Hahaha. Want ik had nog
kijk, meteen denk ik, haal meteen even printa erbij. Nou was ik bij Albert Heijn, vorige week was het nog 1,29 en nu is het 1,99, maar deze heeft, kun je misschien niet zien, tenminste houdbaar tot februari, eind februari 2020. Kijk, deze kalender is van 2006 en deze is van 2020. We zitten dan in juni. Dus dat is nog wel goed. Dat is nog wel goed. Hoewel is het dan volgens Windows. Ja, want je had net weer updates. Ik doe de lijn zet ik open. Hup, update begint weer. Je kunt het niet uitzetten. Die zegt dat het 2021 is, maar dat geloof ik niet. Dus ik ga dat gewoon proberen. Als dat beweegt uit zichzelf al die Brinta. Daar haal ik wel een nieuw pak. Dan ga ik eerst eens even bij Forma kijken, bij de Jumbo, wat kost het daar? Ja. Het schijnt heel lekkere melk te zijn. En het is €2,05. Is wel wat duurder dan gewone koeienmelk. Maar volle koeienmelk, dat is dus ongeveer 90% water. En alle melk wat erin zit, dat is eigenlijk al... Er is niet heel veel meer van over. Er zit bijna geen voedingswaarde in, niks. Want er wordt ook kaas van gemaakt. En yoghurt en weet ik wat allemaal. Het wordt allemaal uit diezelfde uiers getrokken. En wat er daar overblijft. Ja, gewoon rare petjes en hoodies. En rotvolk. De buurt gaat achteruit hoor. Echt waar. Maar ja, ik kan nergens anders heen. Dus ik kan nog betalen. Man. Nou, is klaar. Tot later! Huh? Ik heb een ontbijtje ook op, tenminste de eerste twee stukjes van de zes. Maar, ja, heel... Heeft ook even geduurd voordat ik in de gaten had hoe je bij de... Bam! Klonk! Ah, nou, kijk zo. Bye!